ontmoetingsmiddag in de moskee hebben met muziek en lekkere hapjes. Die hapjes zijn meegekomen naar nu en die krijgt u na afloop met de koffie en thee. Bismillahirrahmanirrahim. In de naam van Allah. Bismillahirrahmanirrahim. In de naam van God. En bismillahirrahmanirrahim. In de naam van Yahweh. Beste aanwezigen. Allereerst wil ik de voorgaande sprekers bedanken voor hun inbreng. Op dit moment sta ik hier u te mogen toespreken over hoe gekwetst wij de moslims ons zouden moeten voelen. Maar eigenlijk schaam ik mij diep dat dit soort bijeenkomsten nog steeds gehouden moeten worden. Nobelschap is in de Achterhoek een eeuwenoude traditie. Het is een gebruik waarbij mensen die dicht bij elkaar wonen, buurt zijn, elkaar kennen, helpen en waar nodig meeleven bij rouw en trouw. Echt hartverwarmend dat we hier vanmiddag met zoveel uit onze gemeenschap bij elkaar zijn. Heel fijn dat u allemaal de moeite heeft genomen om door uw aanwezigheid deze bijeenkomst extra betekenis te geven. Ik ben tegen de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Of die vergelijking wordt gebruikt voor, door of tegen de islam, maakt voor mij niet uit. De systematische uitroeiing van Joden, louter en alleen vanwege hun Jood zijn, is helaas tragisch uniek en dient niet te pas en te onpas gebruikt te worden, al waar het alleen al omdat dat de overledene pijn doet. Was getekend, Rabijn Jacobs. De ondertekenaar staat er, willen solidair zijn met de 99% gematigde en welwillende moslims in Nederland, die nota bene door een Nederlandse parlementariër, ook middels zijn recente film, al maar in een verdachte hoek worden gezet. Elke godsdienstvorm heeft recht op bestaan. Slechts de strijd moet van de baan. Dan zien wij door de schil van namen de diepe kern van allen samen. Nou lees ik in de krant dat de organisator van Moeders Bogus zegt, meneer Van Boelens, we willen voor de Zutphense maatschappij een duidelijk signaal afgeven dat niet alle moslims terroristen zijn. En dat kwam er toch zo raar over. Ik zal vertellen, al die tientallen jaren dat ik mijn moslimbroeders heb bezocht, ik ben niet één terrorist tegengekomen. En ik wil eindigen met een paar woorden van Rabbi Nathan. Maar die zou Jezus ook zo gezegd kunnen hebben. En die zou Mohammed best kunnen hebben opgeschreven. En Rabbi Nathan zegt, wie is een held? En hij antwoordt, degene die van een vijand een vriend maakt. Er zijn veel helden in Zutphen. Er zijn veel helden in Zutphen. Er zijn veel helden in Zutphen. Oh, yeah.